Deze nieuwsuitzending die gaat over de nu, zondag 6 september. En over de corona. En, en ik wil het hebben over de toekomst die ons te wachten staat. Noem het maar de wederopbouw. Het is altijd mooi om de hele boel te slopen en dat doen ze. En het moet weer opgebouwd worden. En beter is het dat wij het gaan opbouwen op een dusdanige manier dat dat stelletje, nou ja, hoe is het noemen, mensen waar je last van hebt, hoe heet dat? Als ze dan weer dat niet te wijgen opbouwen en dan... Eh, en dan gaan ze weer de hele boel lopen mollen. Want dat hebben ze gedaan. In eh, 40, 45. Daar heeft Nederland behoorlijk onder geleden, dacht ik. En niet alleen Nederland. En toen kwam voor ons kwam dat idiote gedoe met die politionele acties. Bij die politionele acties waren er een aantal mensen, jonge mannen... en die zeiden, ja, amahoula. We hebben net Adolf Hitler en zijn bruinhemden overleefd. En dan gaan we dus twee, drie jaar later of zo... Op een boot uh, iets doen in Indonesië? De jongens die jongens wilden helemaal niet weg. Die wilden helemaal niet naar Indonesië toe. En die dachten: nou, ik doe het niet. Die zijn geïnterneerd, hè? In kamp Vucht, bijvoorbeeld. Duizenden jonge mannen. Ik schrok ervan. Het stond laatst of laatst, een paar jaar geleden, stond in de krant. Hadden een journalist het uitgezocht en die had het aantal boven water weten te krijgen. Die jongens die zijn behandeld als eerste-rangs criminelen, als deserteurs, insubordinanten. Oftewel contra-revolutionaire. Of, of ketters, kun je ook zeggen. En ik heb een schoonvader gehad. Dat vond ik mijn allerleukste schoonvader. Die heeft mij biljarten... Uh, ja, trucjes geleerd. En die zei, nee, joh, nee moet je over links moet je dat doen. Ik zei, nee joh. Jawel, Zanni. Dat kan makkelijk. Dan pak je die hoek mee. Heb je? En dan heb je wel meer banden. Maar dat, uh, dat filtert elkaar weg. Of hoe moet je dat zeggen? Als je dan iets te hard bent, dan corrigeert dat in die hoek. En dan kom je toch nog. En, en dan gebruik je ook. De, dan maakt het niet zo uit of je hem te dun pakt. Nou, aardige vent. En tijdens een kerstdiner. Ging die man mij vertellen dat hij dus uh, meegeweest was met die politiële acties? Dat wist ik. Hij zei die. En dan valt er dan zo'n uh, Indonesiër in zo'n zo eigen gegraven gat. Zo'n graf. En dan liggen ze niet gelijk stil, hè? Dat blijft nog een hele tijd spartelen, wist je dat? En, en dat doen ze zo. En dan ging hij dus nadoen hoe een Indonesisch man in een zelfgegraven modderput zo'n beetje een soort regendans houdt. Ja, ja. Zo'n man is uh, Piet dan, mijn schoonvader. God hebben zijn ziel. Die vertelt mij dat dan, die was het ergens in de jaren negentig, dus zeg maar 40, 45 jaar later. Zo lang heeft die man in de rondte gelopen met die wetenschap. En natuurlijk wist hij dat die lui standrechtelijk voor de ja, nekschoten uitgedeeld. Die werd gewoon collectief gestraft. Sorry dat ik gewoon zei. Er werd collectief gestraft. En hij is bij die executies aanwezig geweest. We gaan nog kwaad verhalen: dat ze met opzet de uh, prostituees uit de steden haalden. Naar de troepen toebrachten. Heel veel mannen die zijn gekrepeerd daar aan syfilus. Als je erachter komt hoe die lui het begrip vrijheid interpreteren, hoe ze. Vinden dat je van vrijheid de, 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 de bedoeling is dat je het ook effectueert. Zo'n credo uit die contraien, uit dat rijk van denken. Het is een manier van denken, meer niet. Hè? Het is een manier van denken. En daarbinnen geldt bijvoorbeeld zo'n credo als. Doe waar je zin in hebt. Oh, doe wat je wil. Doe wat je wil. Als jij een wil hebt, doe je dit. Denk aan die scène in de Matrix, waarin. Nee, denk aan die hele film de Matrix, waarin je. Het, waarin het alleen maar gaat om die wil. Hey, je mag alles in de rechtsmiddel Het is één grote matrix. Het doet het toch niet toe. Jij kan dood, maar de rest niet. En dat dan uh, als uh, leiding voor uh, die verdwaaste moeras-Duitsers. Want dat zijn we. Nou, dan krijg je puin op, hè? Ik krijg je verdriet. Ik krijg je trauma. Nou, toen hebben ze ons een tijdje met rust gelaten. En toen kwam die fijne roman over de vijftige jaren van die openlijk homoseksuele man. Dat is dezelfde man, dacht ik. Die vrouwen uitmaakte voor de, de hele vrouwen, echt alle vrouwen bij elkaar, daar ging het om. Het was een brigade. Hij noemde vrouwen een brigade. Het is of hij of Ger Gerrit Komrij. De, de brigade, de onwelriekende gleuf. Brigade. En in elk geval die roman van de jaren vijftig. is van Gerard van het Reven. Of Gerard Reven. En het heet De Avonden. En het is een soort ode. aan de burgerlijke saaiheid. en hoe dat niet te verdragen is. Ja, ja. En toen kwamen de jaren zestig. Dan kregen we die stomme Beatles en die maffe Rolling Stones. De, de Beatles, de, de, dat was niet zomaar een beentje. Je kan zeggen: Johannes Sebastiaan Bach, dat was zomaar een componist. De katholieke kerk die liep in die dagen met poen te smijten. En Johannes Sebastian Bach, die dacht: Nou, nah, dat ken ik ook wel. Ja, Johannes Sebastian Bach was gewoon weg. Sorry dat ik gewoon. Nou, hij was stom weg. Hij was een goede, goede kerel. De Beatles niet. De Beatles die vallen in dezelfde categorie. Als Wolfgang Amadeus. Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Net als William Shakespeare. Die hoort er ook bij. En de Beatles. En de Rolling Stones. Daar waren projecten. Er zaten mannen met gedachten achter. De Beatles hebben. Er wordt dan over opgeschept in zo'n biografie. Dat voordat de Beatles überhaupt ergens konden gaan optreden met tv. en al die gillende meisjes, net als met doe maar, Een jaar hebben ze in Hamburg gezeten. Ben je wel eens in Hamburg geweest? Dat is geen Barcelona, dacht ik. En in een jaar tijd hebben ze daar 400 optredens gedaan. En toen speelden ze voornamelijk blues. Bluesrock. Of zoiets. Wie heeft dat betaald? En toen konden ze best wel lekker spelen. Ja, vind je het gek? Na een jaar repeteren, dan kan iedereen het. En dan hebben ze compositieles gekregen. Dat kan niet anders. Dat hebben die jongens van de Stones ook gehad. Allemaal getraind, man. Waarom denk je dat de Rolling Stones uh, een mooie nummer hadden? Van I Can't Get No Satisfaction. Denk er dan even over na. Ja, dat is indoctrinatie, snap je? Het is een idee opleggen. Hoezo is het leven niet goed genoeg? De, wat valt er aan te verbeteren? Snap Het is... Dat is dat... Geloof, ik ga maar stotteren. Hier wordt over nagedacht. En dan krijg je de Beatles over je heen. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Snap je het met zo'n liedje als Let it be, let it be? Ja, wat let, wat let it be? Wat moeten we bier letten? Die rottigheid is uitvreten. Ik zei vandaag nog. Ik was in Café de Wacht. En. Uh, met, met Wim Kruidentuin. En uh, een andere Zeurneus. Net als ik. Zo, uh, en nog een Zeurneus. En is een Belg. En uh, een beetje zo'n zeur. En iedereen was ongelooflijk aan het kletsen. En toen. zei die Belg. Ja. Heb je dat rapport van de Club van Rome. Zo hè. Ik zeg. Ho, 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 ho. Mond houden nou. Niet hier, uh, Rome, daar hebben we het niet over, want dat geeft gezeik. En niemand sprak mij tegen. En zeker Wim Kruidertouw niet. Die is het gezeur over Rome meer dan beu. Het moet iedere keer wat anders zijn. Het moet zijn de internationale bankiers. Of de jodenhaters. Of de, de, de neo-traditio-nazi's. Of de dolgedraaide fascistische communisten. Of de. Oh ja. En Wim Kruidentuin is ook een groot aanhanger van de tegenstanders van de Mohammedanen. Als we die Arabieren nou maar een keer leren opvoeden: dat ze hun vrouwen huizen in minirokjes en G-strings over straat laten lopen. Op hoge hakken, opgeschilderd als een Notre-Dame. Dat het dan echt een stuk beter gaat in, het, uh, in de woestijnhappersland. Ja, ja, ja. Maar je mag het niet over Rome hebben. Nee. En nee, die zitten erachter. <laughs> nee, die zitten erachter. Dat kan niet anders. Als ik nu een misdaadjournalist was en ik wist helemaal niks van de Bijbel, helemaal niks. Hè? Ik, wist helemaal, ik, ben, zeg maar, ik ben geboren op het eerste Marsstation en daar was ik een baby en zo. Dan ben ik al oh, lekker, lekker buiten spelen, dat kan ik nog maar zo'n in die droom. Hè? En dan ben ik zo'n jaartje of, nou, dat ik kan schrijven, een jaartje of twintig en dan kom ik naar de aarde. En de opdracht is van uh, welke organisatie uh, veroorzaakt al die ellende? Ja, ik was er zo achter. Het ligt er zo duimend dik bovenop. En omdat iedereen denkt. Ja, zoals mijn dochter. Ja, maar de paus is tegen Trump. En dus vind ik de paus een aardige man. Ja, dat is geprat. Ik klaag niet. Daar gaat me niet om. Waarom zou ik klagen? Punt. Als er niemand het wil inzien, als iedereen maar blijft denken. Maar ja, ik vind het toch. Uh, kijk, je kan dus uh, politici. Hè, daar, daar kun je dus over stemmen. Hè, dat vind ik heel belangrijk. Dat heet democratie. Hè. En er is dus één functie op deze wereld. En dit is een stoel. De heilige stoel. En degene die zitting heeft, in de stoel, die wordt gekozen in het geheim. Een soort van. Uh, demo sommige mensen zijn. Uh, demo nee, ja, iedereen is democratisch. Maar sommigen zijn democratischer dan anderen. Want uh, de Heilige Stoel. dat wordt gekozen door een hele bijzondere vorm van democratie. En uh, dat is een geheime democratie. En daar mogen wij niet bij zijn, man. Nee. Maar je moet er wel van uitgaan dat iedereen die er zit. die is kar. Die naal. Nou. En die heeft precies de kleuren uit het boek Openbaring beschreven. Namelijk scharlaken en purper. Ja, kijk, als je de scharlaken en purper hebt, hè, dan, dan moeten wij ook niet bij zijn, Perry. Dat moet je begrijpen, Perry. Kijk, om de democratie in stand te houden, heb je een, een, een echte democratie nodig. Van uh, daadwerkelijk, uh, want kijk, bij de gewone democratie. Ja, ik, die buurman van mij, die, die is echt zo gek als wat. Die drinkt Bavaria bier, snap je? En mensen die Bavaria bier drinken en die gaan dan stemmen, dan denk ik zelf, ja. ja ik ben hertig Jan, maar ja, ik heb smaakpapillen. Oh, het is niet voor niets dat we Bavaria ja, bier in die dagen, dat noemden wij Biafra bier. Hè? Dyslectisch als we zijn. Maar als je die kardinalen hebt, dat is, dat, is een andere, dat is heel anders, man. Punt 1. Ze zijn allemaal van rake families. Je wordt niet zomaar kardinaal. Nee, dan moet je geboren zijn binnen de club. Nou, dat vind ik goed, want dat zijn goede jongens, snap je? Die hebben altijd goed te eten gehad. En niet van die dombo's als die buurman van mij, die dan denkt dat Bavaria bier, dat het ook bier is. En die mag dan ook stemmen. Ja, die kardinalen. Kijk, dat is een hele andere klasse van democratie, snap je? Het is nog steeds kiezen. Alle stemmen gelden, hè? Maar dat zijn selecte mensen, snap je? En niet van die werkers uh, die, die hier en daar rondlopen. En dat je daarop vertrouwt. En dat is dan het belangrijkste ambt van deze wereld. En iedereen snapt dat. Iedereen wordt democratisch verkozen. Zo is het dan, hè? Iedereen wordt democratisch, verko democratisch verkozen. En sommige mensen worden democratischer verkozen. Dus, een beter, dus de, je hebt de gewone democratie en de goede democratie. Dus je hebt de, de, sommige mensen worden democratisch verkozen. En andere worden democratischer. Dus het is ook democratisch. Het is beter. Snap je? Een graadje hoger. De dombo's mogen niet meestemmen. Die zijn eruit gefilterd. Alleen maar telligen van rijke mensen. En die krijgt de Heilige Stoel. En dan gaat hij de handen schudden met Greta Thunberg. En wij onder in de kelder, waar al het werk gebeurt. Om te zeggen, ja, die Greta Thunberg, maar die, die, heeft, uh, die is uh, half mentaal gestoord. Dat arme meisje. Toen mijn ex die, die zegt dan, uh, oh, zet hem op. Zet hem op. Je bent goed bezig meisje. <laughs> ik kan wel huilen, maar mijn tranen zijn op. Zo staan we ervoor. We waren de jaren zestig. Ik, ben een, ja, dus, uh, ik heb de jaren zestig met de, met de Beatles. Daar zit de paus achter. Ik heb, uh, ben aan het voorbereiden. Om een uitzending te gaan maken over de Jezuïeten. Dat wordt een serie, denk ik. En dan pak ik alles wat van tv komt. En dan weet je dat ik niet gekjes praat. Die, die luiden zichzelf. <laughs> Wij regeren van Cuba tot Chili. Nee, van Cuba tot China. Dat is hun laatste uitspraak. Cuba tot en met China. Dat is van ons. Denk je in he, dat we met z'n allen aan het risken zijn? He? En één iemand heeft de opdracht... Uh, ...verover de hele wereld. En dan heb je gewonnen. Moet je wel alles hebben. En daar gaan ze voor. En ze kunnen niet anders. Punt. Ze hangen met hun ballen aan de kloten. Ze, ze kunnen niet anders. Ze kunnen niet terug. Zij moeten de hele wereld veroveren. Dat kan niet anders. Als ze maar één stukje vergeten, dan begint het hele gesodemie overnieuw. Ja, dat is hetzelfde met, met, met schoonmaken. Alles wordt schoongemaakt. Niet alleen de voordeur. Oh, zo'n mooie schone voordeur. Ja, nee. Natuurlijk niet. Alles wordt schoongemaakt. Zoals ik schoonmaak daar, bijvoorbeeld uh, insecten in je woning. Uh, ik ben heel insectmild uh, of vriendelijk. Oh, die, die, ja, dat is ook maar een mug, je kan er ook niks aan doen. En, maar niet op mijn werk, hè. Echt niet, hoor. Alles gaat eraan. Ik heb spinnen zien zitten op plekken waarvan ik dacht: van ja, in mijn woning mocht je daar best zitten. Nee? Maar ik ben nu op mijn werk. En mijn redschel, zeg. Zo denken zij over wereldheerschappij. Knoop het in je oren. Ga erover nadenken. En ik zou het ook heel fijn vinden als jij jouw opdracht in deze wereld. En laat mij jouw uh, riskkaarten niet zien, want dan is het spelletje voorbij. Dus, uh, doe dat met dezelfde wil als die lui. En jouw wil, die gaat winnen. Oh, Piggy, hoe kan je dat nou weten? Het lijkt wel een evangelie wat je zegt. Want de Grieken die zeiden dat is ook, hè, een blijde boodschap. Ja, waarom denk je dat ik überhaupt nog in leven ben? Door die klojo's? Denk je dan echt dat ik mijn leven te danken heb aan het wangedrag van aristocratie? Die, die, die aristocratie, wat die lui doen, is die begeren wat van een ander is. Dat is wat ze doen. In die Hammurabi... De laatste heerser van Babylon. Die was de hele tijd bezig. om landjepik te spelen. De hele tijd. Hij moest wel. Hammurabi was een ongelofelijke leugenaar. Ook dat nog. Dat is opgetekend. Hij heeft bondgenootschappen gesloten met andere steden. Staten, zouden we dat nu zeggen? Maar andere steden. En die gingen zich helemaal uh, ja, de knokkels uh, rood knokken tegen een andere stad. En dan hadden ze stad B had gewonnen van stad A. En dat hoorde Hammurabi Van een koerier. En hij had zijn eigen leger klaarstaan. En hij zei, oké, okay, uh, ik heb uh, twee generaals nodig, een uh, maarschalk en uh, jij pakt dorp A en jij pakt dorp B. Dus die twee dorpen hadden zich helemaal kapot gevochten tegen elkaar en Hammurabi nam het hele gebied in. Dat is Hammurabi. Er is een Japanner geweest en die heeft gezegd, van, is het jullie opgevallen dat Hammurabi... Dat dat een anagram is van Ibrahim. Of van Abraham. Dus uh, het, het is bed, bed, race. Mem. Ja. Bed, race, mem. Bed. zo ik Abraham. en ja, ja, Er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, maar die Bijbel, die heb ik helemaal gezeik en die gereformeerde vond ik stom. Ja, ik vind die gereformeerde ook stom. In die zin nu, wat ze hun kinderen hebben aangedaan. En, uh, ik hou er helemaal niet van. De, 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 dat verplichte gedoe. Dat hoort niet zo te zijn. Mensen komen uit eigen beweging naar de kerk en ze vragen om uitleg, en dan is het fijn dat er in de kerk iemand is die verstand heeft van versen, en dan houdt hij een verhaal. Uh, het hele idee, ja, ja, dan nemen we een voorganger en die betalen we dan wel hoor. En, uh, maar die moet dan wel de hele week goed bezig zijn en echt de maatschappij accepteren en dan helemaal absorberen en dan reflecteren in de Bijbel en dan willen wij elke keer weten wat die gozer nou weer ervaren heeft. Nee, je moet het zelf ervaren uit de Bijbel. Ja, maar je moet je Bijbel lezen en om je heen kijken. Of je doet helemaal niet aan de Bijbel. Dat vind ik ook goed. Maar dat krijg je niet van elkaar. De laatste telling die, die wat ik dan van gehoord heb, hebben ze alleen maar geturfd in uh, musea. Heel veel mensen met een clipboard. En dan gaan musea in. En dan kijk je naar elk schilderij. En schilderijen die niks te maken hebben met de Bijbel die krijgen een 0 en als het refereert aan de Bijbel en dan specifiek aan het Nieuwe Testament ook nog een keer, die krijgen een 1. Nou, dat zit op meer dan 50%. Nou, zelfs een artiest als Nick Cave, die Australier, die lange slungel. Zelfs hij. Hij noemde zijn band Nick Cave and the Bad Seeds. Neem een actrice, of acteur, of performer, of, mannelijk moet je spreken, vind ik. Die performer Patti Smith. Met haar fantastische nummer, vind ik, hè? Gloria. Of horse, het is het nummer van Horses. Neem Madonna. Neem Peter Gabriel. Neem de band Genesis. De, de, de Bijbel is all over the place. Beter gezegd, de katholieke kerk. Dat is de merchandise organisatie van de Bijbel. En ze staan niks af aan het volk, want ze blijven maar beweren: wij zijn nog lang niet rijk genoeg. En weet je waarom niet? Ze hebben nog niet de hele wereld in handen. Ze willen alles. Ze willen zo dadelijk ook dat. Uh... Dat die, die laplanders. Dat die mondkapjes voor hun rendieren doen. Want er zit een virus in de rendieren. En dat maakt de muggen dood. En dat willen we niet. Dus ze gaan kijken hoe gek wij kunnen doen. En zij hebben het volste recht. Bedenk dat Christus een gesprek heeft gehad met Satan conform de schrift. En dat Satan tegen Christus zei: Met jou kan ik zaken doen. Huh? Uh, wil je wereldheerschappij? Want jij kan dat. Snap je? Of lees het boek van Job nog eens een keer. Of je gooit je hele geschiedenis weg, maar dan moet je ook zo eerlijk zijn dat je alle musea laat, alles wat maar refereert aan de Bijbel, alles weghalen. Tot en met de laatste sticker aan toe. Dan mag je mooi uh, kijken naar de Rembrandt, uh, de, de, de nachtwacht van Rembrandt van Rijn en een zelfportret van Rembrandt van Rijn en dat is dat het enige. Leuke foto's van de vakantie, maar geen werken meer van Karel Willink. Dat refereert veel te veel aan de Bijbel. Snap je? je kan de Bijbel niet weghalen. Het gaat niet uit de menselijke geschiedenis. Het enige wat je kan doen is dat je denkt van ja, ik vertrouw die voorvaderen niet, want die jeugd is per definitie veel slimmer. En dat laatste dus, hè, dat die jeugd per definitie veel slimmer is, dat is alleen als je spreekt over gezonde jeugd. En onze jeugd, dat is het, dat gaat toch gattig weg. Dat zijn deze tijden. Zie het. met droge ogen aan. en kijk wat je toekomst wordt. Ik heb vandaag afgesproken met. Uh, de, de grote boze man. <laughs> Zo noem ik hem maar even. En Wim Kruidentuin. En ik had nog twee andere zeurhuizen. Dus, uh, ik had uh, meer, maar die kwamen dan niet. En wij komen dan even bij elkaar. En waarom doen wij dat? Ik had er helemaal niet per se zin in, en ik vond het nodig. En het is: wij zijn allemaal al oud. Wij hebben geen gezin. Wij hebben geen familie. Wij hebben alleen elkaar. En dan doen wij tegen elkaar zoals wij wilden, ooit toen we klein waren, hoe de volwassenen deden, als wij er helemaal niks van snapten. En de hele woonkamer zat vol met sigarenrook en, uh, en die vrouwen zaten allemaal aan de, wat heette ze advocaatje? Dat is het advocaatje of je uh, neven met suiker. Schijnt ook heel lekker te zijn. Een citroenje had je ook. Citroentje met suiker graag. Kijk, dat waren leuke verjaardagsfeestjes. Er is iets fout gegaan. Verjaardagsfeestjes bij de familie van mijn vader. Dat, was, dat je binnenkwam en dan moest je iedereen een hand geven. Zo, de eerste jas uittrekken, heel formeel hè. En dan allemaal op tijd zijn en schone kleren aan. En dan zat je daar. En dan was het gezellig. Mocht je, mocht je doen wat je wil. En iedereen bla, 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 bla. Ik herinner mij zo'n verhaal van uh, mijn opa. De vader van mijn vader. En die, 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 dat was een karpervisser. En die zei, ja... Ik heb voor mijn visuitrusting... heb ik zo'n tang gekocht. En dat is zo'n kniktang. Dus, ja, die kan je en toen, nu is het onbetaalbaar. Maar in die dagen kon iedereen er kopen... En een knip, zo n, zo n, een knik. Niet een knip, maar een kniktang. Heel lang aan. Ja, en dan had ik een karper aan de lijnen. En ik denk, ik heb die tang nog. Toen dus ben ik helemaal met die tang in de mond van die karper. En zo, en heb ik zo heel voorzichtig het haakje losgehaald. En dan mijn oom en christen gelijk overheen hè. Zonder twijfelen. Die zegt gelijk, ja, ik snap wel waarom jij blij bent, hè. want dan heb jij je haakje terug. En iedereen lachen, en mijn opa zou kijken. Ja, het ging me helemaal niet op het haakje. En mijn tante Bep, die was obees. En in die dagen was het helemaal geen probleem. Mijn oom Chris die hield zichzelf lenig en slank met twee pakjes op per dag. En een beetje doorroken jongen, dan blijf je gewoon lekker uh, mager. En zijn vrouwen die, die, die hield van breien of verjaardagen. Nou dan zei ze ja die wil neem wel een breiwerk mee. Ja je hebt toch niks te doen. En tante Beb, die, die had van die hele grote onderarmen. Zo'n bloemetje jurk, want anders ziet het er toch niet uit. En, en die lekker wanneer uh, Lekker zo kletsen. Eén uh, rechts, twee rechts, drie halve rechts. Zij kon twee dingen tegelijkertijd, hè? Zo'n vrouw. Je kan en breien en gezellig doen. Dat zijn wij kwijt. Wij kennen dat niet meer. Dat is mijn dochter. Die verjaardagen en al die feestjes. Altijd gezeik. Serieus. Altijd gezeik. Waar zijn we mee bezig? En dit is niet de schuld van de nieuwe wereldorde, dacht ik. Dit is uh, onze wil om verjaardagsfeestjes te gaan lopen verpesten. Met moeilijk doen. Dat moeten we niet doen. Dus tussen mij en Wim Kruidentuin is ook de afspraak. Dat ik tegen hem zeg: van ja, kijk, Wim. Als jij tegen de grote boze man begint over uh, de Mohammedanen en CO2. En wellicht goede opmerkingen van Thierry Baudet. Dat gaat dus niet. Nou, dat heb ik ook met jou. Als jij nou niet zeurt tegen de grote boze man over Thierry Baudet, CO2 en de Mohamedanen. dan praat ik met jou niet over Rome. Dat is natuurlijk de best. Het vervelende met Rome is dat, dat je het er ook niet over wil hebben. En dat begrijp ik heel goed. En wat wordt onze toekomst? Huh. Nou, bukkel up zou ik zeggen. En lees je Bijbel. Als je de Bijbel niet leest, dan weet je niet. Wat de grondslag is van Rome. Rome heeft de grondslag. ver. ver zoiets van. Uh, hoe moet je zeggen. Nou, een grijze pap ervan gemaakt. Je moet terug naar die grondslag. Of je gaat je eigen grondslag verzinnen. En doe het dan een beetje in overleg. Met minimaal iemand die dan weet wat ooit de grondslag was. Maar mag jij een nieuwe gaan verzinnen? Ik vind het best, jongen. Maar een beter begin van jouw grondslag dan het woord in den beginnen, heb jij niet. Ga er maar aan beginnen. Ga jij maar jouw boek met jouw grondslag beginnen met een beter woord als Bereshit. Want dat stond er. En niet in den beginnen. Dat is Nederlands. Maar in het Hebreeuws stond er bereshit. Wat betekent dat? In den beginnen kwam alles uiteindelijk goed. Ja, begin zo je boek. Ik laat even een pauze vallen. Denk er maar even over na. Want ik kan nu nog wel een uur gaan uitleggen waarom Bereshit. waarom dat uh, meer betekenis heeft dan jij nu weet. En dat je dan ook nog niet begrijpt dat Bereshit, dat is Genesis. Op zijn Grieks. En daarom heet het boek Genesis. Die Duitsers die het, noemen het het eerste boek van Mozes. Moze 1. Maar het is dus geen Bereshit. Het, het eerste boek van de Bijbel dat heet Bereshit. En het eerste woord van het eerste boek van de Bijbel dat is Bereshit. En in dat woord zit een verhaal. Ik begrijp dat nou? En gooi dat niet weg. Want die lui van die COVID-19-ellende, uh, Toestand... Uh, ...maar dat is dus de katholieke kerk, hè? Maar die hebben ook 11 september gedaan. Met die mooie flatgebouwen. Ik dacht, ja, dat kan toch helemaal niet? Die kan toch niet? Die hebben van het het is helemaal weg. Oh, Osama, binnenladen. heb je, dat is voor de gekkenhouwerij... En hoe lang kies jij ervoor dat je denkt: Nou, laat ik me maar voor de gek houden. Want iedereen om me heen wordt voor de gek gehouden. Dus dan laat ik me ook maar voor de gek houden. Want als ik me niet voor de gek laat houden, dan krijg ik ruzie met al die mensen naast mij. Die worden gek gehouden willen worden. Dus ik doe lekker mee. Want iedereen heeft syphilis en dat schept een band. Daar ben je mee bezig. Het begin van Exodus 20 is. Dan uh, moet ik niet pretenderen dat ik het precies weet, maar er staat zoiets als: Ik, de Heer, de, de, de bos. Uh, I am de bos. Ik heb u weggeleid uit het diensthuis. Het is een huis, het is een heel mooi huis. Het is een prachtig huis. En het enige wat je daar kan doen is dienen. En dat wou je niet? Of wil je dat dan eigenlijk toch maar stiekem wel? Wat wil je? Wil je dienen? In een, een huis. Ja, daar hebben ze mensen nodig. Ja, daar ga ik naartoe. Uh, wil je dat? Ja, want ik vind het best een mooi huis. Ik, 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 ik geloof wel in... Uh, ja, ik vind het wel... Uh, ja, het is ook wel architectonisch, uh, esthetisch trouwens. Dus, uh, nou, dat, daar werk ik aan mee. Ja, dat is het diensthuis. Dat is een namaakhuis. Dat is een huis alleen maar om in te dienen en meer niet. En dat huis, dat, dat is overal... Ik had een jonge vrouw, jaren geleden hier. en die studeerde aan de Landbouwhogeschool. Maar dat heeft nu een nieuwe naam. En zij deed milieuhygiëne, milieukunde, dat soort dingen. Zij wist niet eens van de koolstofcyclus. Ja, maar peri, dat kan niet. Ze was academisch. Hoe oud was ze dan? Nou, 23. Ja, maar de Lambehogeschool, dat is toch uh, chemie en natuurkunde, en meteorologie, en epidemiologie, en wiskundige statistiek? En. Uh... Ja, niet meer. Dus uh, wij weten helemaal niks meer. Het wedstrijdje wetenschap hebben wij verloren. En dat hebben zij gewonnen. Want zij weten wel van de koolstofcyclus. Die weten zelfs van de citroenzuurcyclus. En de stikstofcyclus. Zij weten van al die cycli. Zij weten waar SF6 vandaan komt. Mag ik hopen. Maar waarschijnlijk wel een of ander. Ze weten het wel, alleen ze weten niet meer welk welke van hun medewerkers het ook alweer opgeschreven had. Maar ze hebben het ergens geconstateerd. Ze weten hoe SF6 werkt. En ze weten ook hoe SF6 uit elkaar valt. Tuurlijk weten ze dat. En wij helemaal niet. Wij lopen ons zorgen te maken over koolstofdioxide. ben je helemaal gek geworden in je achterhoofd. Net zoals je, uh, je stapt bij een taxichauffeur in zijn auto. Hè, en dan denk je: oh, ik wil naar de grote burgestraat, 13 c Weet je wel waar dat ligt? En dan zegt iemand: Ja, want ik heb Google Maps en uh, ik ga weer rijden. En ik zeg: je, Oh, 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 oh. Dus, uh, zit. Aandrijving met de wielen, dat, dat, dat wil ik niet. Dat is veel te gevaarlijk, man. Dat is een, een deriejeur De dingen schakelen. Nooo! Ik ga eruit. Ik ga dan lopen. Als je helemaal geen vertrouwen hebt, ga weg. Als je geen vertrouwen hebt in de wereld. Ik heb er nog eens over nagedacht. Maar die discriminaties van homoseksuele mensen. En dan ook nog drugsterslaafden. En mensen van alleenstaande moeders. Je kent allemaal die discriminatie. Ik ben een totaal beuman. man. Ik vind het echt heel slecht. En je moet zwaar verbeterd worden. Dan ga je. Meld je direct aan. Neem dienst. En ga in een groot team, namelijk het grote team, de wereld verbeteren. Go ahead en knock jezelf out. Wat denk je wel niet? Hoezo kan je de wereld verbeteren met betere regels? Waar is het bewijs? Leer mij de. De minuscule onverwachtheid van de mens kennen. Mensen die, 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 die zien een regel en die denken gelijk: oh, deze? Hmm. Antithese. En dan krijg ik een synthese. Ja, ja zo gaan we het doen. Ja, als je een regel afkondigt. Dan gaan mensen die regel overtreden. Per definitie. Ze willen alleen maar weten hoe het is. Zo zijn mensen. Dat snapt iedereen. En daarom moet je het aantal regels beperken. Zodat iedereen ze uit zijn hoofd kan leren. En bij de Nederlandse wet wordt er dan gezegd... ja, deze wet is zo eenvoudig dat iedereen hem kan kennen. Want iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Ja, en niemand kent de wet. Want als je de, de, de boel te maken krijgt... dan moet je als eerste naar een advocaat. En die moet beedigd zijn. Een soort priester. En die gaat jou dan vertellen... ja, ik heb artikel 13f1... Ah, man. Babylon gaat vallen. En die gaat nog een keer vallen. Babylon gaat vallen. En die gaat nog een keer vallen. En dat is het. En dan begint de hele Zodemiter toestand... Dan komt er eigenlijk een beetje schot in de zaak. Zolang we al die vrouwen hebben van... Hé, hey, ik ben een vrouw en ik ben achtergesteld. En ik, 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 ik neem het op voor de negers. Het is het patriarchaat. Ga maar lekker door, denk ik. Maak het zo belachelijk mogelijk. En vooral doordrijven met die seks. Dat vind ik een goed idee. Ik was in een kroeg en daar uh, was van een Turk. Ali. Ik zal zijn naam niet verklappen. Hij heet eigenlijk Ali Siankali. Maar dat mag niemand weten. Maar Ali, die had er helemaal uh, die grote schermen hangen. Want hij wist al lang... Uh, het ging om een cocaïne distributietent, Maar je moet... Uh, de indruk wekken dat het heel druk is. En tv-schermen. En dan komt iedereen er binnen. En een MTV of zo. <laughs> en dan <laughs> zie je twee van die vrouwen. En die ene vrouw die zegt tegen die andere vrouw. Mijn anus hangt naar buiten. Oh, zegt die andere vrouw. Hoe kan dat nou? Nou, gisteravond heb ik het uh, anaal geprefereerd. En uh, nou, ik voel het nog steeds hoor. Ja, hij hangt echt naar buiten. Oh, ik ben helemaal. Uh... Ah, een lekkere losse anus. Ali wist dat niet hoor. Dat, ik denk dat. Maar ik denk dat Ali ook tegen mij had gezegd: Jongen, val me niet lastig. Het is gewoon MTV. Ja. Het is mainstream media. Ik zet het aan. Ik heb een Spotify-ding. Nee, alles illegaal. Die tent is ook gesloten. Vind ik wel jammer. Maar ik vind. Dat, ja, oké. Okay. Ik ben niet de enige die het jammer vindt. Ali is een aardige gozer. Daar zijn wij. En wat wordt de toekomst? Tch. Ik denk dat de toekomst wordt wat Christus zei. Want er komt nog een tijd, of is het, dat weet ik, nou, er komt nog een tijd dat vrouwen met een kind in hun buik, dat die met de nek worden aangekeken. Van meisje, meisje, waar ben je mee bezig? Weet je echt wel zeker wat je doet? En een vrouw kan dan wat lef hebben. En dan zeggen we, nou, het maakt me geen donder uit, neem maar gewoon een kind in mijn buik. En dat de rest denkt van, nou, uh, nou, dat is behoorlijk feministisch. Heb je wel lef. Die tijd komt eraan. Zo. Dat ontwikkelt zich natuurlijk. Er komt een teruggang. Dat was iedere keer weer. En deze teruggang, die gaan we zelf doen. Dus we hebben teruggangen gehad met, uh, met de zondvloed, maar dat was van God. En we hebben die teruggang gehad met uh, Sodom en Gomorra. We hebben die teruggang gehad met, uh, de, in Egypte. Toen kwamen er plagen en ziektes. En deze teruggang die gaan we zelf doen. Die laten we onze vrouwen doen. We kunnen zeggen: we sturen onze vrouwen terug het paradijs in. Maar ga nog eens even overleggen met die slang. En wat bedoelde je nou? Al die vrouwen naar het paradijs praten met de slang. En al die uh, Mannen met een baarmoeder. Al die Adams met een baarmoeder. De Adamitische baarmoeder, de menselijke baarmoeder en die blijven bij ons. Dan moet je kijken. Ja, je hoeft maar één vrouw in leven te laten. En als die een beetje ja, meewerkt, ja, heb je zo weer een leger. Oh, Piri, maar dan krijg je incest. Dat is niet het probleem. Het probleem met incest is dat het gaat om seks buiten het huwelijk. En seks buiten het huwelijk mag niet. Maar er is geen enkel probleem met het hebben van seks met je eigen kinderen. Iedere fokker weet dat. Een hondenfokker weet dat. Een paardenfokker. Weet dat. Als jij een goede hengst hebt... en uh, die kan best... Uh, uh, zijn kleindochter... nee, zijn dochter maken. Waarom niet? Dat gaat goed hoor. Dus wij blijven wel in leven. Gedenk Lot. Lot die... Is dat al een totale... Nou, dan is de vrouw nog uh, gestorven aan uh, versteend. Heb je dat weer? En toen zat hij dan in een veilig gebied waar, uh, waarvan God dacht van wat een modderpoel. Lammer rotten. En dat zijn dochters dan tegen elkaar zeiden: van dit gaat hem niet worden. Zo kunnen wij niet uh, buiken met benen krijgen. Want al dat DNA in onze omgeving, dat is uh, even te cultureel bepaald. En toen hebben die dochters seks gehad met hun vader. Eerst de oudste. En toen de jongere. En Lot wist daar niks van. Die was uh, dronken. Ja, ja. Dat is ook zo'n reden hè, dat ze binnen de katholieke kerk. en dan dat ze bij, het, uh, bij de Eucharistie. dan doen we dus. dit is Johannes 6, daar staat het. Daarin zegt Jezus. Uh, dat zijn lichaam. is als brood. en zijn bloed. Is als wijn. Dus daar word je dronken van. En van brood heb je. Ja, iedereen snapt dat brood lekker is. Dus mijn lichaam moet je verteren. En mijn bloed moet je drinken. Nou, dan heeft de Heer gezegd dat wij dat moeten doen. Wij moeten zijn lichaam eten. en zijn bloed drinken. Dat is de opdracht. En wat doen die katholieken dan? Dus die Babyloniërs. die maken daar een ritueel van. Dus die gaan dan fantaseren. Over uh, hoe het toneelstuk, het theater, eruit moet zien van zoiets. En daarbij geven ze alleen maar uh, het minimale brood. Uh, dat wat helemaal niet lekker is. Owl noemen wij dat. Auwel. Oh dat is een heel dun laagje eetbaar papier. Het is papier. En dat lost op in je mond. En geen wijn. En jij denkt dan, ja, maar Piri, wat wil je dan? Wil je dan een andere Eucharistie? Met uh, allemaal wijn en zo? Nee, natuurlijk niet. Ik wil dat jij begrijpt waarom Christus dat zei. Hoe beschouwde hij zichzelf? Hij beschouwde zichzelf als brood en wijn. En eet mij op. Metaboliseer mij. A.U.B. En dat doe je niet doordat je bij de Eugarestie bent geweest. Een ben je smerig, pornografisch bezig. En niemand mag het daarover hebben... Oh peri, we gaan momenteel niet meer termisch. Nee, dat maakt me ook helemaal niet uit. Maar je bent vergeten dat wij dat deden en wat is er in ons denken verbeterd sinds die tijd? Of snappen we nog steeds niet wat er in Johannes 6 staat? Dat is mijn punt. Of je gooit het allemaal weg en zegt: Ja, maar Boeddha dan. En dan gaan we Boeddha doen. Ha 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 ha. Boeddha was een soort pim tuin. Oh, kijk, als je er niet om geeft, dan is het ook niet erg dat je het kwijt bent. Met mijn stomme geloof. Heel formeel vind ik het boeddhisme. Het is verschrikkelijk. We hebben geen begin van er is hoop. Er is een bedoeling. Er is een reden om jaloers te zijn. Bijvoorbeeld. Dus Jaloersie, dat is geen emotie. Jaloersie. Is de lichamelijke uiting. Van een misfunctioneren. Je zit in een auto en dan gaat een rode lampje branden van de olie dingen. En je zegt: Ja, dat is alleen maar jaloezie, man. Dat is een helemaal stom lampje. Dan doe ik een sticker overheen. Want ik ben niet meer jaloers. alles kan. Alles kan. Hey, mijn auto reed niet meer. Ja vind je het gek? Want je olie was op en dat lampje brandde. Dat is jaloezie. Ik kan wel janken. Ik doe het niet meer want mijn tranen zijn opgedroogd. Het gaat om de toekomst. We zitten nu in die coronatoestand en er is niks aan de hand. Alsjeblieft. Vandaag bij Café de Wacht... Mensen zo ja, die boa's, knal ze me dood. Ja, dat gaan we niet doen, hè. De, de Partij van de Dieren, snap je? Ja? En die boa's, dat, dat, dat zijn dieren. Maar wij, je, je, je gaat dieren niet zomaar uh, doodschieten. Dat moeten ze echt heel lelijk doen. Als ze heel lelijk gaan doen, oké. Okay. Eh. Als een hond gaat bijten, oké. Het is afgelopen. Happen naar de baas, ik dacht het niet. Maar als ze dat niet doen, laat die boa's uh, constrictoren. Dat is een boa constrictor. Nog langzaam wurgen. Oh, lekker vasthouden. Boa oh, kon je gaat niet meer maar ademhalen? Nee, ik heb al. Nog gaat het nog beter. Ja, precies. Stop het ademhalen, want ik ga nog meer. Al op het ademhalen. laatste. En dan denkt die Boa. Wat is dat nou zo moeilijk? Hè? En dan gaat hij erover. Ik wow, even, even uitrusten hoor. En uh, dan gaat die boa zo lekker ontspannen. Zo. En jij ja, bent helemaal dood. Hè. Helemaal dood De Door uh, de boa constrictor. Uh, 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 oh. Nou, even bijkomen. Nou zeg, ik, ik, ik heb echt heel hard gewerkt. Ik heb ontzettend lang gewurgd. En ik heb een verrassing van Sinterklaas: ik heb een dood konijn. Oh, wat leuk! En hij is het konijn op. Nou. Dus. Dat is hun functie. Dat is de boa constrictor. Zo dus langzaam wurgen. We zeuren over kleine dingen. En dat gaan we opdringen. Opvoeren. Op. Nou, opdringen, opvoeren. Steeds een beetje sterker. Snap je? Dat is de boa constrictor. Laat die mensen gewoon lekker dat werk doen. Wij zijn te klein. Om te wurgen. Tot de volgende nieuwsuitzending over corona en de, de bovaconstrictors, constrictors denk ik. Ja. Lijkt me wel een leuke. En hoe daarmee om te gaan. En laat ze in leven. Tot de volgende.